Een hele goede morgen en welkom bij Nieuwe Ups and Down. Goedemorgen. Tweede Paasdag, heren. Joftie is hartstikke moe. Die ligt bij Niels onder het dekentje. Die is kapot van gisteren. En ik ga heel eventjes naar de winkel toe om wat boodschapjes te halen. Mijn ouders komen vandaag hier eten. En we gaan zien hoe het allemaal loopt vandaag. Ik heb mijn was al aanstaan. Ik heb alweer een was opgevouwen. Dus alweer een drukke ochtend. En het is pas 9:10. Ik ben terug van de winkel. En ik ben al aan het kokerellen. Ik heb kiprollade. Heb ik in de slowcooker. Hier heb ik in de slowcooker. Let niet op de rest van de zooi, want ik moet nog opruimen. Ik heb hierin courgette, puntpaprika, ui en wat champignons. En daar gaan 2 rollades op. En dat gaat in de slowcooker voor een uurtje of 6. We zijn aan het ontbijten. Ik heb niet zoveel ruimte nu aan tafel, want ik ben bezig met koken en alles. Dus kind zit lekker op de bank te eten. Liam zit daar, lekker te happen. En papa zit met Jordi en Sam daar. Ik ga hier even gauw te eten en dan ga ik weer verder met eten maken. Ik ben al een heel eind, toch? Ik heb mijn groentes al gesneden. Spruitjes, worteltjes, boontjes. Ik heb de asperges al gedaan. Die kan daarbij. Ik heb van het aspergeafval ben ik nu bouillon aan het maken. Want ik maak aspergesoep en aspergesaus. En dan heb ik voor deze de asperges in stukjes. Dit zijn buitenbeentjes. Die heb ik bij de Lidl gehaald. En deze zijn dan gewoon de goede rechten. Maar ik maak ook een sausje voor bij die asperges. Dus die maak ik ook daarvan. Ik ben goed bezig, denk ik. Oh, en wat er allemaal in gaat, dat weet ik nog niet. Want het is bij mij... Zo. Ik ben dus nog steeds met het eten bezig. En wat ik dus heb gedaan, is ik heb een sausje. Op basis van asperge. En heb ik dus van de soep, zeg maar, die ik getrokken heb, heb ik dan gedaan. En daar heb ik crème fraîche bij gedaan. En nou ja, in ieder geval... zo gedaan. En ik vond hem eigenlijk best wel goed gelukt. Dus die is ook klaar. Wat ook klaar is. De aspergesoep. Die is ook klaar. En wat ook nu bezig is. Zijn mijn varkenshaasjes. Mijn kippenrollade ziet er goed uit. Dus ik ben heel goed bezig. En ik ben heel content. Ik ben vergeten de aspergesoep te filmen, maar hier zie je een foto. En ik heb een eerlijke iemand. Was lekker? Ja, was heerlijk. Ja? Ja. Goedgekeurd. Pap? Ja. Je had tomatensoep gehad? Ja. Ondanks dat hij uit een pakje kwam, was die wel lekker? Ja. Hadden we met de grote TLC ingedaan, hè? Nee, ik heb een kip ingedaan. Ah, geen TLC? Nee. Love Tender Care? Nee, ik heb gewoon... gedaan. Dan is het goed. Ja. Kindje hebben ook geproefd. Liam vond het wel lekker. Sam vond het niet te pruimen. Sam vond het niet lekker. Nee. En Jordi heeft geen soep gehad, want die moet nog meer eten. En anders dan eet hij dus dadelijk weer niet goed. Dus dat is niet de bedoeling. Ik ga de rest maken en dan gaan we dat eten. Niels, hoe was het eten? Lekker. Lekker? Ja, mooi. Jordi heeft ook heel goed gegeten. We hebben hem net ook moeten helpen, onze buik was bol. Jordi gaat zo naar bed. Mijn ouders zijn weg. Die zijn dan naar huis. En we hebben trouwens ons toetje Vianetta gehad. Gewoon het klassieke oud-Hollandse Vianetta, weet je wel. Wat iedereen heeft altijd. Dus dat.
nog wel opruimen dadelijk, want de aanrecht staat nog best wel vol met afwas. Maar de vaatwasser staat aan, dus ja. En ik ga niet afwassen. No. Brood smeren voor Jordi vanmorgen en voor Niels. En dan alles klaarzetten vanmorgen en dan zien we wel weer hoe het gaat lopen. Top. Paas is voorbij, yay. Goedemorgen. Ja, jouw grote broers zijn al naar school, hè? Ja. En Liam had totaal geen zin. Die was chagrijnig. Zeg maar, Liam was chagrijnig. Jordi lag halverwege in de auto te slapen. Die dacht bij zijn eigen houdoe. Dus die ging al slapen de school in. Er is geen enkel probleem. Daar doen we niet moeilijk over. Dus ja, dat. En... ja, ik moet zo even lui verschonen. Hij heeft al fruit op. En ik doe het vandaag rustig aan, want de afgelopen 2 dagen waren vrij druk. Vandaag wordt wel in de tuin nog gewerkt. Als het goed is gaat ons terras dicht. En wordt dat weer een heel lijn netjes, zodat we de tuin zomaar klaar kunnen maken. En ja... Ja, ja. Da. Lekker ding. Mama zal jouw luier doen. En dan, ja, ik doe het gewoon rustig aan. Ik heb wel mijn vaat maar allemaal weg. Want mijn vaatwasmachine staat weer aan. Dus dat staat weg. Dat is weg. Dat is allemaal schoon. Ik ben heel even tosti's van broodjes aan het maken. Voor dadelijk voor Liam en voor Sam. Als we Liam op gaan halen. Ik moet daar nog even naar de apotheek. Ik moet nog even medicatie voor Jordi ophalen. En dan kunnen we Liam ophalen en naar huis. Dus dat is wat de bedoeling is. Zover ik net zag had Liam wel een oké dag op school. Ze hadden me een foto gestuurd. Dus dat is goed. Dat is fijn. En dan ga ik zo mijn schoenen aandoen. En richting Liam toe. We hebben Liam opgehaald. Ik heb een boterhammetje gemaakt met de tosti. Hij heeft er al een 3/4 op. En een komkommetje met eitje. En is hij lekker uit aan het eten nu. De reden dat ik dit nu ook geef in een boterhammetje is ook dadelijk als hij naar de andere schooltje toe gaat. Dan moet hij daar als het goed is ook lunchen. Dus dan gaat hij sowieso een boterhammetje krijgen. Dus dan went hij daar al een beetje aan. We hebben Jordi opgehaald. Liam die heeft even zijn gekke 5 minuten. Ik ga jullie daarin proberen mee te nemen. Uno monumento. Ah! Oh, dat kunnen jullie niet zien natuurlijk. Maar zo wel. Liam is ook een beetje hond tegenwoordig. Dan zeg je waf waf. Waf waf. Waf waf. Waf waf. Auw. Auw. Waf waf. Auw. Waf waf. Auw. Dat is waf waf. Zijn bijtding is, hij vindt het heel interessant. Hij doet er nog niet super veel mee, maar we zijn ermee bezig. Zijn bijtding is zijn bijtketting, daar heb ik het over. Kom hier! Ja.
uit de camera gezien. Dus nou wil hij de hele tijd bij jullie kijken. Nee, je mag niet op tafel. Nee. De gekke 5 minuten zijn weer voorbij. Tadaa. Ik heb net even hun luiers gedaan. En nou ga ik even Jordi's luier doen. Kindjes liggen lekker in bed. En ik heb weer wat hoor. Ja, ja. Niels is trouwens even weg. Ik weet ook niet precies waarheen. Maar hij is weg. Kindjes liggen op bed. Heeft hij meegeholpen. Nou, hij moest nog iets doen. Nou, prima daar. Maar... ik heb zin om wat gewoon te snaaien. Ik ben moe nog opruimen en zo, maar ik heb gewoon zin om even wat te snaaien. Ik had, in de winkel had ik Tuck Baker Rolls gevonden. Deze. En dit is de smaak... ze hebben meerdere soorten hoor. Oh, dit is de smaak tomaat-olijf. Dit is de voorkant trouwens. Tomato olive, tomatolijf. Ik hou wel van die smaak altijd. Laten we het eens proberen. Vroeger had je ook altijd van een bepaald merk pizza smaak. Van dit zoiets, maar niet dit merk. Maar zoiets, dat is lekker. Nu heb je eigenlijk alleen nog maar knoflook of zoiets. Ruikt lekker. Hij is van één kant is hij zeg maar niet met kruiden en van deze kant is hij wel met kruiden. Hmm. Hij smaakt een beetje naar tapenade. Smaakt een beetje naar tomatentappenade. Als je daarvan houdt, vind je dit denk ik wel lekker. Ja, en ik hou altijd wel van zulke dingen. Chips vind ik ook wel lekker, maar gewoon een toastje-achtig iets vind ik altijd wel lekker. Heb ik altijd al gevonden. Niels die vindt het niet lekker. Die houdt niet van deze smaak. Maar ik moet zeggen, het ziet er ook zo uit in de zak. Ze zijn niet allemaal heel, dat niet. Maar ja, ik vind hem echt als een tomatentappenade smaken. Als je van zoiets houdt, is het een aanrader. Hou je er niet van, dan moet je daar ook echt niet aan beginnen. Ja, tot zover proeven. Dingen die ik nog niet ken. Goedemorgen. Ik ben al de hele ochtend met Liam alleen. Want Sam en Jordi zijn naar schooltje. We moeten zo Sam alweer op gaan halen. Dag mm-hmm. Papa. Echt waar? Hallo. Je moet die show van mij. Zo ziet niemand jou. Ja. Ja. En we zijn al de hele tijd lekker aan het knuffelen met elkaar. Een lekker ding. Oké. Mwah.
Ja, ik hou van jou. dus ja, we gaan nog heel even zitten. Een paar minuutjes. En dan gaan we klaarmaken om Sammy op te halen. Mama? Ben denk ik moe geboren. Ja. Als je springt, gebeurt zoiets een keer. En Joef moet erbij zijn. Lief zijn voor Joefie, hè? Zachtjes doen bij Joef. Zachtjes doen. Ja, Joef. Het is goed. Joef. Nee, bij mij ga je niet tongen, Wierik. We hebben Sammy opgehaald. Sorry voor het trillen. Kan niet anders. En nu gaan we lekker naar huis. Zitten ze lekker te happen. Het had weer wel voet in de aarde om Liam mee te nemen. Maar ja. Het is gelukt. Hehe. Dus we gaan weer gauw verder. Het was net even heel erg druk, want Jordi moest naar de fysio. Ik ben net heel even naar de kruisvatschouw gegaan. En ik heb die jongens wat gegeven. Dit is ook om klanken te bevorderen. Niet doen. Hij dacht net ook al dat hij ermee kon bellen. Maar... Hoezo? Dus om klanken te bevorderen, et cetera. Want dat is leuk. Dus het is geen... Hallo! Nee! Nou denkt hij dat het zwaard is. Nee, maar dat is ook. Ik ga gauw even verder lopen. Hey, goedemorgen. Ik had gisteren alles voordat we... naar wet gingen, had ik alles helemaal opgeruimd en gedaan. Tadaa! Liam die heeft heel even huis gehouden. Ik heb het keukentje ook verzet. Die staat niet meer hier. Ik had alles opgeruimd, maar ik kan weer opnieuw beginnen. Ik ga eerst heel even een boterham eten en dan ga ik dat doen. En dan ga ik mijn was doen en de vaatwasser en nou ja, die dingen allemaal. Jordi en Liam zijn alweer naar school. En ja. Ik heb ook alweer fruit gemaakt voor Sam. Ik ben even naar de supermarkt geweest om een aantal kleine dingetjes even op te halen. Zoals brood, voor gebakken aardappeltjes, de aardappeltjes gehaald. Vlees ga ik even uit de vriezer halen. En dat is eigenlijk een beetje... hoe en wat vandaag. Dus ja. Baboe. En ik moet ook mijn Pasen nog weghalen. Want dat heb ik ook nog niet gedaan. Dus laten we dat denk ik vandaag ook maar eens even proberen te bereiken. Ik ben ondertussen een podcastje aan het luisteren. Weer natuurlijk misdaad. Dan kan ik in ieder geval ooit een keer de perfecte moord plegen. Op een vlieg, denk ik. Ik heb paas weggehaald. Dus dat. Ja. Ik heb ook een beetje opgeruimd. Ik had opgeruimd, maar deze pannenkoek. Die heeft weer de boel overhoop gehaald.
Ik heb de was aangezet, ik heb de vaatwasser aangezet, ik heb opgeruimd, ik heb van alles gedaan. Dan ga ik even 10 minuten zitten en dan is het dadelijk alweer tijd om Liam op te gaan halen. Ja. Dus we zijn goed bezig. Ik heb even voor Liam deze baan opgezet. Is hij nou mee aan het spelen? Dus het is lekker rustig. We zijn net voor bed. Liam had niet zo'n goede ochtend gehad op school, dus ik weet het ook niet. Maar hij is nou lekker aan het spelen, dus we gaan het zien. Ik moet daar Jordi weer ophalen. En Niels had gevraagd of ik voor morgen gehaktballen voor zijn werk kon maken. Dus dan moet ik straks ook nog even voor naar de winkel. Dan kan ik alweer naar de winkel. Maar goed, dan ga ik in ieder geval doen. Hij is lekker aan het spelen en ik geef bankzaken doen. We zijn weer thuis. We hebben Jordi opgehaald. Liam was in de auto in slaap gevallen. Maar die is nu nog lekker aan het chillen op de bank. Sammy zit hier. En Jordi is even zijn ritueeltje aan het uitvoeren. Inmiddels liggen de kindjes op bed. Maar Niels heeft mij gestrikt omdat hij wou trakteren op zijn werk. Bij gehaktballen aan het maken. Dit zijn kipgehaktballen. Er is iemand moslim. Ja, in ieder geval of hij ze mee naar huis neemt of niet met de Ramadan, ik weet het allemaal niet. Hij krijgt kipgehaktballen. En ik heb half omhoog gehaktballen, heb ik gemaakt. En dat is nu allemaal aan het gaar worden. En dan kan dat straks afkoelen en in de koelkast. En dan kan Niels dat mooi meenemen. Dus ja, maar wat we nu wel even gaan doen, is eventjes deze vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.